CBN Primered van maandag 4 september 2017. Uw aandacht voor de headlines. Juspol start met project legalisatie. Original Rice, slachtoffer van roofoverval. Zadal, ik blijf erbij, het is mijn stier. Zwerver gaat joyriden en belandt in trends. Minov en Braziliaanse Universiteit gaan samenwerken. 69 geslaagden voor bachelor in ICT. Ingewanden van runderen in Kriek te leiding 16. De instituut en Braziliaanse Universiteit gaan samenwerken. Nikeri getroffen door hevige rukwinden. Verkeersongeval ter weg naar Atjoni met 1 dode. En 24-jarige verongelukt door ontwortelde boom. Ferdinand Welsing, waarnemend minister van Justitie en Politie, die heeft vandaag de launch gedaan van het project legalisatie. Vreemdelingen die ons land voor 2017 via legale wegen hebben aangedaan, maar de daartoe nodige stukken nog niet in handen heeft, die kan nu naar het ministerie van Justitie en Politie voor legalisatie. Op een persconferentie heeft de minister en een verantwoordelijke vanuit zijn ministerie zaken verder uitgelegd. We voeren u naar deze persconferentie. Het is zo dat wij reeds geruime tijd in Suriname een grote groep vreemdelingen hebben die legaal het land zijn binnengekomen, maar vanwege diverse omstandigheden niet in de gelegenheid zijn geweest om hun stukken in orde te maken zodat hun verblijf in Suriname gelegaliseerd wordt. Het project is dan ook genoemd project legalisatie van vreemdelingen. Om dit proces goed te begrijpen, is het van belang dat wij weten hoe krijgt een vreemdeling een legale status. De procedure zal door mevrouw Groeneveld van de afdeling Vreemdelingenzaken worden uitgelegd. Ik moet aangeven dat dit project een gezamenlijke inspanning is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën. En een bijzondere rol heeft hierbij gespeeld onze geachte assembleelid Stefan Sang. Die heeft een belangrijke rol gespeeld om, laat me zeggen, het proces op gang te brengen. Nogmaals, het is dus de bedoeling dat wij over 1-2 weken zullen starten met dit proces. De komende dagen zullen wij ons focussen op de voorlichting, zodat de grote groep vreemdelingen die in Suriname, die zich in Suriname bevinden, maar nogmaals vanwege allerlei omstandigheden niet de legale status hebben, dat zij in 1 keer in de periode van tussen nu en 3 maanden de gelegenheid krijgen om een legale status te verkrijgen. Onder normale omstandigheden zouden de mensen terug moeten gaan, en of ze zouden moeten worden uitgezet, want zij bevinden zich nu illegaal in Suriname. Dus ze zouden moeten worden uitgezet. Wij hebben ervoor gekozen om dit niet te doen, maar hen in de gelegenheid te stellen om al hun paperassen bij elkaar te brengen en alsnog hun status te legaliseren in Suriname. De vraag is: is het de eerste keer? Nee. Dit is waarschijnlijk de 4e of 5e keer dat we het doen. En het is begonnen in 2008. En wij hebben dus ervoor gekozen om deze periode, na een goede en gedegen voorbereiding, de mensen die tot 1 juli 2017 in Suriname zijn aangekomen, of voor 1 juli 2017 in Suriname zijn aangekomen, in de gelegenheid te stellen om hun status te legaliseren. We hebben eigenlijk aangegeven wie de partners zijn in dit project. We hebben bijzonder betrokken de ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden we iets genoemd.
En het ministerie van Financiën. Ja, en voor wat het bedrijfsleven betreft moeten we wel aangeven dat er bij ondernemers, bij ondernemingen, een grote behoefte is aan werknemers. Nu zou de vraag gesteld kunnen worden, ja, maar hoe zit het met de mensen die hier, de Surinamers zelf, die hier werkzoekend zijn? Wij proberen een match te maken. De Surinamers die hier werkzoekend zijn en geregistreerd zijn bij het ministerie van Arbeid, hebben sowieso de voorkeur. Maar de werkelijke situatie is dat er mensen, dat er vreemdelingen zijn die soms jaren reeds bij het arbeidsproces in Suriname betrokken zijn. En de mensen moeten op een of andere manier toch wel binnen de bestaande mogelijkheden de gelegenheid krijgen om een legale status te krijgen. We proberen daarmee ook een stukje ordening te brengen in ons vreemdelingenbeleid. Wij als land hebben wij behoefte aan mensen die in de productie kunnen werken en bezig kunnen zijn. Wat geld kunnen verdienen voor Suriname, voor zichzelf en voor hun toekomst. Dus wij proberen natuurlijk op allerlei manieren zowel de ondernemers, het bedrijfsleven tegemoet te komen, maar tegelijkertijd ook ervoor zorgen te dragen dat onze productie op gang komt. Om die specifieke groepen te noemen, de eerste categorie, dat zijn vreemdelingen. Dus sowieso ga ik er nogmaals van uit, je moet in elk geval voor 1 juli 2017 zijn binnengekomen. Dat geldt voor alle 5 categorieën. Voor 1 juli 2017 en de overige en de categorieën, om die te noemen, zijn mensen die zonder een MKV, een machtiging tot kort verblijf, Suriname zijn binnengekomen. Het KV-visum is belangrijk voor vreemdelingen uit visumplichtige landen om een verblijfsvergunning aan te vragen. En iedereen die dat visum is binnengekomen, die kan voor 1 juli die kan een verblijf indienen. De volgende vreemdeling, de volgende categorie is dan personen die dan het visum hebben gehad, het KV-visum, maar die is inmiddels vervallen. Want ze hebben een periode gehad waarbinnen ze hun aanvraag moesten indienen. Maar op een of andere manier hebben ze dat niet kunnen doen. De volgende categorie, de categorie 3, dat zijn mensen die, waarvan het kort verblijf is vervallen. Wat verstaan we onder het kort verblijf? Dat is het, de stempel die je bij binnenkomst van de immigratiedienst hebt ontvangen. En eigenlijk de mensen, de mogelijkheid moet worden gegeven. Of tenminste, de mensen hun aanvraag tot verblijf zou moeten indienen. Als ik een voorbeeld mag nemen, bijvoorbeeld de Brazilianen. Die als zij naar Suriname komen, hebben zij geen visum nodig om Suriname binnen te komen. En mochten zij dan, binnen de 90 dagen dat zij een kort verblijf hebben gehad, kunnen zij regulier gewoon een aanvraag indienen. Wat doet men soms is, men gaat niet naar vreemdelingenzaken, men blijft gewoon door. En de derde categorie gaat dan over deze groep. Dat je verblijf al vervallen is en dat je daar nog in de gelegenheid wordt gesteld om een aanvraag in te dienen. Je hebt andere mensen die al dat proces hebben doorlopen. Ze hebben een verblijfsvergunning in Suriname aangevraagd voor 2 jaren. En ze weten ook dat ze binnen die 2 jaren dat het verblijf geldig is, een nieuw verblijf moeten indienen. Wat doet men? Men doet dat niet op tijd. Dat verblijf vervalt. En eigenlijk zouden ze terug moeten gaan. Maar ook aan hun wordt wederom de mogelijkheid geboden om in aanvraag volgens deze procedure in te dienen. En de laatste categorie zijn meer mensen die met strookjes, hele oude strookjes en iets, een document van VZ rondlopen, maar op de een of andere manier niet over een verblijfsvergunning kunnen beschikken. En de strookjes moeten gaan tot en met december 2015. Ze hebben een of ander bewijs van vreemdelingenzaken ooit, van 1990, 1989, hele oude bewijzen lopen ze rond. En op een of andere manier worden ze niet in de gelegenheid gesteld om dat af te wikkelen, omdat ze misschien bij ons niet bekend zijn en dergelijke. Dus na het gedegen onderzoek
wordt gekeken of ze toch in het reguliere proces zullen komen. Maar mochten we ze toch niet kunnen achterhalen, zullen ze ook onder dit project alsnog in de gelegenheid worden gesteld hun aanvraag tot verblijf in te dienen. En gaande naar het proces. Wat het proces zelf betreft is dat wij een andere locatie zullen gebruiken om zeg maar, de aanvragen te laten indienen. Dat wordt zeg maar, het oud-Surpostgebouw, daar aan de Kerkplein. En dat wordt een speciale unit opgezet om de mensen hun aanvragen te laten indienen. Zoals bij u bekend, weet u dat wij qua vriendelingenzaken volledig digitaal zijn. En dat je aanvraag digitaal moet worden ingediend. Maar ook daar zullen we dienstverlening bieden aan de mensen. Dat de mensen niet zelf hoeven te digitaliseren. De mensen komen aan met hun documenten die vooraf bekend gemaakt zijn. Het zal vooraf bekend worden gemaakt. Welke documenten mensen moeten overleggen. En vervolgens komen ze met de originele documenten naar ons toe. En wij zullen voor ze digitaliseren en invullen. En eigenlijk, als je alles hebt meegenomen zoals gevraagd is, dan moet je binnen een half uur tot drie kwartier zijn afgehandeld. En vervolgens wordt aan je doorgegeven dat je naar het loket van SPSB kan gaan, dat ook in hetzelfde gebouw zal zijn, om je leases te betalen. Dus het bedrag dat die aanvraag kost te betalen. En daarna wordt aan jou ook, wordt ook gelijk aan de klant doorgegeven dat zij op een bepaalde dag kunnen komen om hun verblijfsvergunning op te halen. Wat we proberen te doen is het zo transparant mogelijk voor de vreemdeling te maken van wat is het proces, hoe verloopt het proces en binnen welk termijn kan ik over een verblijfsvergunning beschikken. Dus dat hebben we wel meegenomen bij dit traject van de legalisatie. Zaterdagmiddag hebben een zestal rovers een roofoverval gepleegd bij Original Rice aan de Industrieweg. U weet het, dit gebeuren die is vaak genoeg zeer traumatisch. En de familie die heeft wel gemeend om hun verhaal te vertellen. Het gaat in deze om de dochters van de eigenaar, Raisha en Shahida. Maar uit privacy redenen hebben zij toch wel beleefd gevraagd om niet in beeld te komen. U kunt hun emoties wel verstaan. Vandaar dat u ze wel hoort, maar niet in beeld krijgt. Raisha en Shahida, het was zaterdagmiddag. Raisha, waar was jij? Ik was aan het slapen. En toen ik me omkeerde, zag ik een van die rovers en een arbeider in mijn kamer. Was deze rover gemaskerd? Ja, hij had een doek gebonden op zijn gezicht. Was hij gewapend? Ja, hij had een pistool. En heeft hij dat toen op jou gericht? Hij heeft het wel niet gericht, maar hij zei me om naar beneden te lopen. Dus daar ben ik wel gelijk meegegaan. Okay. En je zei, er was ook een arbeider ermee. Had hij de arbeider onder vuur? Ja, ze hadden wel gedwongen om naar boven mee te komen. En wat heb jij toen gedaan? Je kwam met ze mee? Ja, ik ben gewoon rustig meegelopen met ze naar beneden. En Shahida, waar was jij? Ik zat tv te kijken en hoorde mijn vader achter aan rennen van ren, er zijn rovers in huis. Ik rende toen mee met hem, maar later was ik komen kijken wat er eigenlijk gebeurde. Ik stond achter een deur, maar toen zag ik dat ze mijn zusje echt meenamen. Dus ik ben dan komen kijken en toevallig zag een van die rovers mij. Dus hij heeft me met een van de vuistvrouw heeft hij me dan meegenomen naar het kantoor toe waar de rest was. Mijn zusje en een arbeider. En mijn broertje hadden ze wel geslagen met een hoor, niet met een platte hoor. En met die vuistvuurwapen, maar hij had de kans gekregen om te vluchten. En waarnaartoe is hij gevlucht? Hij is naar achter, dus achter het huis. Okay. Ja. En jullie twee heeft hij gewoon in de kassaruimte gebracht? Ja, in de kantoor. Mm-hmm. En wat moesten jullie daar doen? Ik stond gewoon en met mijn zus hadden ze de kassa laten openmaken. En daarna zijn ze gewoon weggegaan. Alle zes waren in de ruimte? Nee, twee waren in de auto gebleven en vier waren gekomen, maar twee waren buiten en twee waren binnen. En ze waren gemaskerd? Ja, allemaal waren gemaskerd. En hun kleding, wat hadden ze aan? Lange broek, lange mouwtruien? Ja, ze hadden lange broeken aan en lange mouw t-shirts. En wie heeft de kassa toen opengemaakt? Jij? Ik moest het open doen, omdat er twee naar me toe keken en zeiden ze maak die kassa open. Dus dat moest ik wel doen. Ze hebben, los van dat hebben ze mijn ringen
een wapen van mijn vader, een haartelefoon en die arbeiderstelefoon meegenomen. Wat is het bedrag? Is de dagopbrengst geweest? Is het de dagopbrengst geweest? Ja, het was gewoon de dagopbrengst. En hoe groot is het bedrag dat ze hebben meegenomen? Oh, we weten niet precies hoeveel het is. En zij hebben haar gouden sieraden en mobiele telefoon, zei je, hè? Ook jouw mobiele telefoon? Ja, mijn mobiele telefoon. Waarschijnlijk toen ze in mijn kamer waren gekomen, dat was vlak naast mijn bed gezet, want ik sliep, hebben ze het dan toen meegenomen. En wat hebben ze daarna gedaan? Toen zijn we gewoon naar beneden gelopen en in de kantoor hadden ze van die arbeiders zijn telefoon laten weghalen, want die was in zijn zak gezet en toevallig zagen ze het. En daarna zijn ze gewoon weggegaan, naar die telefoon. En waar waren je ouders? Mijn ouders waren gerend naar achter en achter belden ze de politie constant, want ze hadden wel op tijd door. Toen die rovers uitstapten, daar hadden ze het wel door en sinds toen belden ze al de politie van achter. En? Lukte het? Nee, de politie, mijn vader heeft ze uitgelegd, maar volgens hun hoorden ze niet goed en ze waren net hier bij Mobopo, maar ze zijn niet verder gekomen. Dus ze zijn op het verkeerde adres geweest? Ja, maar als je terugluistert, dan was het wel duidelijk waar we zijn gevestigd. En in de tussentijd zijn ze toen weggegaan? Ja, ze zijn weggegaan. Het geheel, hoe lang heeft het allemaal geduurd? 6 minuten. Op de 5e minuut zeiden ze al dat ze weg moeten gaan, want het wordt al te laat. Omdat ze de eigenaar niet vonden, dan werden ze paniekerig, want ze hadden het wel door dat de eigenaren er niet waren, los van nu. Maar ze hebben jullie wel niet aangeraakt, ik bedoel niet mishandeld en zo? Nee, dat wel niet. Maar hebben jullie hiervan trauma's overgehouden? Ja, dat wel. Dat ga je altijd hebben, want je had het niet verwacht en opeens gebeurt alles en het zijn maar 6 minuutjes van je leven, dus. Hebben jullie samen met je vader nu voorzorgsmaatregelen getroffen? Ja, dat hebben we wel gedaan. We zijn bezig met extra beveiligen en we waarschuwen iedereen om dan extra op te letten, want het is geen veilige tijd meer. Is de zaak beveiligd? Hebben jullie de zaken op de camera? Ja, we hebben wel beelden en dat is wel naar de politie, dus ze zijn bezig daarmee. Ja, en we hebben wel het auto kunnen herkennen. De auto voorin had geen kentekenplaat, maar achter had Mika-plaat. Dus we hebben de kentekenplaat niet kunnen herkennen, maar wel, er is wel een auto en dat is een zwarte Alex. En het waren ook donkere ruiten en waarschijnlijk moet de politie wel iets eraan doen om die donkere ruiten en weg die Mika-plaat te laten weghalen, want anders is het niet veilig, want dan kan ieder een roofoverval plegen en dan heb je geen bewijzen meer. Maar vinden jullie zelf dat de politie vervarend heeft opgetreden, los van het feit dat ze naar een verkeerde adres zijn gegaan, maar toen ze jullie juiste adres vonden, hebben ze daarna wel correct hun werk gedaan? Ja, dan wel. Nou, ze waren al laat en dan moesten we ze weer uitleggen en ze hebben volgens mij die rovers gewoon voorbij gereden en ik vond van dat ze die weg tenminste konden blokkeren zodat ze die rovers tenminste konden vasthouden. Dus, maar dat zelf hebben ze niet gedaan en ze stonden gewoon stil. Ze konden constant rijden en kijken van waar is het eigenlijk. Maar ze hebben gekozen om gewoon ergens te stoppen en te wachten tot er weer gebeld wordt. Met de auto's zijn zij zelf gekomen? Waarschijnlijk twee. Maar hoeveel agenten in totaal? Ongeveer zes of zoiets. Hadden ze hun stem vervormd, de rovers? Of jullie hoorden ze duidelijk, zoals wij nu met jullie praten, hun duidelijke stem, dat hoorden jullie wel? Ja, we hoorden ze wel duidelijk. Jullie hadden geen zaken als oorbellen of tatoeages. Hebben jullie iets opgemerkt aan hun? Los van wat jullie aan de auto's hebben gezien? Ja, ik had op een van die camerabeelden is op een van die rovers wel een tatoeage op zijn achterrug te herkennen, op de zijkant hier. En het was volgens mij een draakachtige tatoeage. Mensen die enige informatie mogen hebben over het gebeuren hier zaterdag, dat kunnen ze dan doorspelen aan de politie van waar? Van Haven. Nieuwhaven. Ja. Maar met de rest van de familie, ondanks dit dramatisch gebeuren met jullie, je vader, je moeder, je broer, de rest maakt het wel goed nu? Ja, en ieder maakt het goed.
maar we zijn allemaal onder een trauma. Dus we moeten nog even eroverheen. Na zaterdag, heeft de politie daarna nog contact met jullie genomen? Ja. Ze hebben wel contact opgenomen. Student Vikash Sadal, die doet zijn verhaal aan TBN Prime Alert nadat hij, zoals hij dat zelf aangeeft, ten onrechte door de politie voor een dag is opgesloten. Nou, hoe begon het allemaal? Deze student die heeft een stier die hij ten verkoop heeft aangeboden via Facebook. En een zekere meneer Faisal die zag dat en herkende daarin zijn eigen koe. Vandaar dat hij de politie inschakelde en aangaf dat 3 maanden geleden zijn stier gestolen werd. En het dan om deze stier gaat die nu ten verkoop wordt aangeboden via Facebook. Nou, zo kwam de politie dan aan te pas. De heer Sadal die geeft aan dat hij de stier maar een maandje oud was, dus vanaf kalfje heeft hij hem nu grootgebracht. En deze heeft hij nu ten verkoop aangeboden, omdat als universiteitsstudent hij met het geld welke hij hieraan zou verdienen uit de verkoop, hij zijn inschrijfgeld zou betalen en verder ook nog voor de aanschaf van boeken. Echter is dit anders uitgelopen, is hij opgesloten geworden en zegt hij dat hij ook nog slecht is behandeld door de politie. Hij zou onder druk verklaringen moeten afleggen dat de stier daadwerkelijk niet van hem is, maar van deze meneer Faisal. En dat hij deze stier weer aan hem heeft moeten afstaan. Nou, de heer Sadal, die heeft vandaag zijn verhaal verteld in aanwezigheid van ooggetuigen, buren, die aangeven dat de heer Sadal de kalf daadwerkelijk vanaf een maandje oud bij zich heeft gehad en deze heeft grootgebracht. En dat de politie in deze daadwerkelijk onterecht heeft gehandeld door deze terug te geven aan de heer Faisal, aan wie het in feite niet toebehoort. We voeren nu naar het verslag welke hij maakte thuis bij de familie Vikash Sadal. Heer Vikash Sadal, student in het dagelijks leven. Jij bent eerder deze week een dag opgesloten geworden door de politie. Wat is de reden? De reden is omdat er een... Ik had een stier gepost op in de Facebookpagina Koeienhand in Suriname. En dan een man was gekomen en hij beweerde dat die stier van hem was. Hij kwam ook met 2 agenten erbij. En die stier was als het ware al verkocht, maar die koper zou het woensdag 23 augustus komen afhalen. Oké, die man was gekomen en hij beweerde dat die stier van hem was en met 2 agenten erbij. Oké, en daarna, die agenten zeiden me van, ik moet het nog niet verkopen en zo, precies zo laten. En dan dan vrijdag 25 augustus kwamen 2 agenten met nog een getuige van die man dat is om die stier te herkennen. Mm-hmm. Oké, en dan die man was gegaan bij die stier en ik weet niet hoe en die man zei dat die stier van die persoon is, als ik die naam mag nemen. Mm-hmm. Voornaam alleen? Meneer Faisal. Mm-hmm. Oké, en dan die agenten zeiden van dat ze die stier in beslag gaan nemen zonder papieren en al. En oké, ik was gereed en dan zeiden ze me van ik moet naar het bureau gaan van Liridorp. Oké, daarna. En dan. Toen was ik dan bij de inspecteur gegaan. Bij Santo Dorp. En dan die inspecteur zei van dat ze geen verschillen zien in die stieren en zo. Tussen die 2 stieren. Dus die stier van mij en die stier van hem die gestolen was. Mm-hmm. 3 maanden geleden. Ik heb hem ook gewezen van kijk naar die 2 foto's en zie duidelijk. De inspecteur zei van ze zien geen verschillen. Terwijl er een heleboel verschillen zijn tussen de 2 stieren. Zoals? Die van mijne heeft horens en die van hem heeft geen horens. Okay. En dat is 1 verschil, wat nog meer? Verschil. Mm-hmm. Tweede verschil, die stier van hem heeft kleine oren, die van mijne is lange oren. Mm-hmm. En ik vind als ik binnen 3 maanden kan een lange oor niet van klein worden, zo te zien. Oké, er is nog een verschil, die staart.
De staart van die persoon raakt bijna de grond. En die van mij is klein. En ook die houding ook. Van de stier van hem is groot gebouwd en van mij is nog klein. Als u wilt, kunt u foto's ook zien. Als ik mag wijzen. Ja, zo meteen. De foto's krijgen ze sowieso te zien, ja. Okay, en dan... Ja, die agenten hebben me niet geluisterd en zo. En ze zeiden van, die inspecteur zei ook van... Ze gaan me opsluiten voor één dag. Ik zei, oké, is goed, niet erg. En de volgende dag, zaterdag, hebben ze me uitgehaald en zo. En in deze zaak was een zwakker van me ook... zij was niet opgesloten. Maar ze hadden hem ook verhoord, want ik had voor een maand mijn stier geleend aan mijn zwager. En die agenten vinden van, misschien heeft mijn zwager het geruild. Mm-hmm. En ik weet, mijn zwager heeft dezelfde stier voor me gebracht. Want ik heb die stier 3 jaar lang oud. Hoe kan ik mijn stier niet herkennen? En die agenten zeiden ook van, dat mijn zwager tijdens verhoor tegen mij ging praten. Dus bijvoorbeeld hij zei van, die stier is niet van mij. En met mijn zwager zeiden ze van dat ik tegen over hem sprak. Oké, toen... Heb je zwager daarmee geconfronteerd? Heb je zwager dat gevraagd? Of ja, hij... Ik had hem gevraagd. Hij zei van, het is helemaal niet waar. Okay. En dan, ze hadden mijn zwager dan ook voor bij de inspecteur gebracht en zo. En intussen gingen ze mij ook verhoren. En toen zei een inspecteur van... Nee, de agent zei nog van... Vroeg me, wil je die stier afstaan aan die man? Ik zei van, oké, wat dan? Zei van, je gaat direct naar huis. En hij zei van, als ik dat niet doe, ik krijg 30 dagen verlenging en daarna krijg ik 3 jaar celstraf. En zo te zien, onder dwang, moest ik op die papier tekenen dat ik die stier afstaat aan die man. Want ik als student, ik wil mijn studie afmaken. Niemand wil in de cel blijven. Zomaar onschuldig. Mm-hmm. En daarom, ik was gereed om die stier af te staan. Maar nu dat ding op die social media is geplaatst en zo, ik vind dat helemaal, dus, hoe moet ik zeggen, helemaal niet netjes en zo. Terwijl alles wat daar staat niet waar is en zo. Dat ding van LVV, ik vind dat niet dat het waar is. Waarom ik dat zeg? Omdat toen ik die kalf had, het was donkerbruin. Ik heb met mijn veearts gesproken. Hij was ook persoonlijk thuis bij me gekomen. Ik heb hem gevraagd van, is het niet mogelijk dat een donkerbruine kalf, naarmate hij groeit, van kleur kan veranderen? Hij zei, is mogelijk. En ik vroeg die agenten ook van, die agenten zeiden van, want zij gingen deskundig spelen als het ware. Zij zeggen van, het kan niet, het kan helemaal niet. Maar als u mijn stier ziet, het is helemaal niet zwart. Dus ik bedoel, het is wel zwart, maar niet helemaal. Je hebt die bruine plekjes nog. Mm-hmm. En nog iets, die man, dus die Faisal, hij vindt, waarop hij vindt dat dit mensdier van hem is, omdat er was een touw om de hals, zowel van die stier van hem als die van mij. En er was toeval ook een, hoe moet ik zeggen, lusje, op die van mij ook en op die van hem ook was er. Maar ik vind, aan de hand van een touw, kan je niet beslissen dat die stier van hem is, terwijl er zoveel duidelijk verschillen zijn. Want als het zo is, dan, ik bedoel, in geheel Suriname mag alleen zijn stier dingen hebben, een touw om zijn hals en een lusje erbij. Dus ja, ik heb mijn getuigen hier, en de agenten hadden mijn getuigen ook verhoord en zo, maar ze hebben niks eraan gedaan. Daarom, ik had besloten van, ik ga dit ding op media plaatsen, zodat er toch nog een oplossing kan komen. Ja. Als je een beetje dichterbij komt. U bent ook verhoord door de politie? Nee, niet voor, maar ze waren ook om een vraag wel. Ja. Wat hebben ze u precies gevraagd? Over dat stier. Mm-hmm. Dan heb ik ze me uitgelegd dat die stier vanaf klein af heeft gekweekt. Dus ik zag die stier elke dag naast me. Dus vandaar zeg ik, die stier is van Wika's. Mm-hmm. Maar de politie had ook gezegd, mocht het zijn dat die stier niet van hem is, dan ga ik jou als verdachte... Nee, niet op zitten. Aanmerken, u wordt aangemerkt als verdachte. Ik vind in deze, die politie van Leeuwendorp heeft rechter gespeeld. Hij kan die stier niet van me afpakken en dan aan die andere man geven. Dus in deze heeft die politie van Leeuwendorp en die inspecteur rechter gespeeld. En dat mag niet. En u, als u ook iets, de politie ook met u gesproken? Ja,
Hij heeft me wel gesproken. Ik was de geiten van mijn hetenbende. Maar op zich, over kwam ik bij mijn buurvrouw, een politiewagen. Toen ze zijn, ik wist niet dat het is een probleem hier geweest over die stieren. Maar toen ik kwam van de straat, dus rijden die politie. Ik stop ze bij me, vraag hij als ik woon hier. Ik zeg ja. Hij wil vragen met mij wat is een paar vragen. Mm-hmm. Ik zeg oké. Okay. Hij is gekomen bij me, daar ben ik geweest bij hem. Hij heeft gevraagd aan, weet je, en ik heb een stier hier zo. En die stier is het van een van de heren van Sabenweg. Dat die stier en van deze stier lijken op elkaar en die touw, hoe hij die buurjongen van me heeft gezegd, lijken op elkaar. Zeg ik oké, maar ik zeg, kijk, commandant, vanaf, sinds ik weet het, die buurvrouw van me heeft me gezegd, sinds eerste dag, één dag kalfje heeft het gekocht en ik heb het ook gezien. Vanaf één dag. En nu is die al een paar jaren al. Dan vroeg ik, hoe lang is die stier al gestolen? Toen zei hij 3 maanden. En zei hij 3 maanden. Die stier blijft hier al 3 jaren al. Allang. Dus die heer heeft zijn stier 3 maanden kwijt. 3 maanden. Ja. 3 maanden. En die stier is 3 jaar. Ja, 3 maanden. Maar dan ziet u. Die stier van die onzekere Faisal. Faisal. Heeft kleine horens. En in 3 maanden, toen die stier was gestolen, kan geen zo lang worden. Dus, kijk die stier hier. Kijk die verschil. Als je het zo houdt voor de kamer. Kijk deze stier. Het verschil tussen deze 2 stieren. Kijk u. Deze stier heeft kleine horens. Kijk u. In 3 maanden, onmogelijk kan deze stier zo lang worden. Dus ik weet niet hoe die agenten dat zien. En ik heb ook veel mensen gevraagd, maar is het die verschil? Kijk, kleine hoorns, in 3 maanden gaat die hoorns niet bijna 10 centimeter worden. Van de heer Faisal en is groot gebouwd, kijk u. Die stier is groot gebouwd en kijk deze, is zo mager. Kijk die verschil. Dus ik weet niet wat die agenten hier zien. Die agenten zien geen verschil. Dus ik denk dat ze veel pompoen moeten gaan eten. Dan gaan ze ietsje beter kunnen zien. Kijk die maar. Zo'n grote verschil zien die agenten niet. Ja. Heer Vikas, welke stappen gaat u verder ondernemen? Nou, kijk. Ik ga meneer Faisal zeggen. Van, het is nog niet laat. Breng mijn stier terug voor me. Dan ik stop met alles. Als hij dat niet doet, ik moet naar andere stappen nemen. Ik ben gewoon, dus ik, dat denk ik kan niet zo. Want er zijn duidelijk verschillende manieren. Duidelijk. Boy, ik weet niet hoor. Als hij mijn stier terugbrengt, ik stop gelijk. Maar als hij dat niet doet, dan ik weet niet. Ga ik verder. Ja. Dus in feite, ten eerste bent u in deze onschuldig. Ik was onschuldig, ja. Ja, dus uw naam is door de slijk gehaald ten eerste. Ja. En ten tweede bent u uw stier kwijt nu. Ja, ik ben... 3 jaar is niet hier, meneer. Ik weet hoe ik die stier heb gekweekt. Als een agent nu voor een maand lang een stier gaat kweken, ik wil zien of hij kan doen. Maar 3 jaar is te veel. En ik dacht van, oké, die stier is al groot, de offerfeest nadert, laat ik het verkopen, ik ga voor mijn studie betalen en zo. Wat nu? Daarom zeg ik, boy, al krijg ik mijn stier niet terug. Maar God weet alles. Ik had niet geloven, ik vloek die man elke dag. Ik vloek die man, mijn moeder, allemaal iedereen. Mijn buurtmensen, mijn familie, iedereen vloek die man. En dat ding gaat niet zo. En daarom zeg ik, breng mijn stier terug voor me. Hoe je hebt meegenomen, breng het terug. Ik stop met alles. En als je dat niet doet, dan wat de consequenties gaat zijn, dat weet ik niet. Hoe lang kweken jullie trouwens al? Het is meer dan 10 jaar. Okay. Ja, meer dan en jullie hebben meerdere koeien en stieren? Dat is in de weiland, kalfje zelf ook. Okay. Ik ben toch niet gek dat ik zo'n stier ga stelen en zo. Waarop ga ik ook stelen? Ik ben hier op Lieberg en hij woont in Lillendorp. Ja. Die dag had ik voor het eerst hem gezien. Ja, de politie heeft sowieso een politiebericht uitgebracht. Ja. En de indruk bestaat alsof u gestolen hebt en geadverteerd hebt om te verkopen. Dat is dus toch ook niet waar? Dus
Ik heb wel niet gestolen, dat is waar, maar ik had kaart verteld om te verkopen. Yeah. En ik als student, ik ben niet zo dom dat ik een gestolen stier op Facebook ga plaatsen. Terwijl hier overkant van mij mensen kopen stieren. Ik had gewoon hem verkocht. Ik ben toch niet gek. Ja, dat is het. U zelf, ik weet ook, heeft u al iets dergelijks ooit meegemaakt? Nee, dat u onterecht beschuldigd bent geworden? Nee, nooit. Mm-hmm. Maar in deze vind ik toch, de politie is in de fout gegaan. Okay. Hij kan niet papsboom komen en ik ga die stier wegbrengen. Dus in deze is de politie in de fout gegaan. Er was niks wat op zwart uit. Mm. Niks wat op zwart uit. Gewoon dus zo. De politie moet dat goed onderzoeken. En nog voordat iets, ze iets doen. En nog iets, die stier, toen die stier van hier weg is gelijk bij die man gegaan. Waarom ik dit zeg? Omdat toen zaterdag tijdens het verhoor, ik zei die agent van me, ik vroeg hem, waar is mijn stier nu? En die stier zei me van, maak je niet druk, die stier is in de binnenkant van de stad. Mijn vader had gevraagd, die adres, waar is die adres? Wat is die adres? Mm-hmm. Ze hebben niet gegeven. Ik zei die agent, breng me nu bij mijn stier, ik roep hem bij zijn naam. Ramo. Ramo heet hij. Als ik hem bij zijn naam roep, hij komt direct bij me. Ik heb 2 keer gezegd, ze hebben niet gedaan. En dan wat? Conclusie is dan, de stier is gelijk bij hem. En u zegt, u gaat dit niet zo laten. Als u uw stier niet terugkrijgt, gaat u verdere stappen ondernemen. Ja, sowieso. Ik ga dit niet zo laten. Want het is niet een kalf dat ik zo ga laten. Het is stier heeft waarde. En zo'n tijd... Wat is de waarde van zo'n stier? Wel, ik had het verkocht voor 7000 SSD. En het betekent heel veel voor mij. Ik werk niet. Ik ben een schoolgaande. U zou uw inschrijfgeld hiermee betalen? Ja, ik zou mijn inschrijfgeld betalen en boeken kopen is apart. Dus ik zou daarmee ook doen. Maar ja... Nu dit gebeurt, ik weet niet. Daarom, ik zeg hem, breng mijn stier terug, anders hij dwingt me om verder te gaan. Op vrijdag 1 september besloot een dak- en thuisloze te gaan joyriden. Een auto welke geparkeerd stond voor een woning aan de Van Drimmelen Polder. Nou, daarin nam deze dak- en thuisloze plaats en reed met volle vaart weg. De persoon die de auto had geparkeerd voor de woning zag plotseling dat er heel hard werd weggereden met haar voertuig. Ze plaatste nog de opmerking tegen haar echtgenoot: wie gaat er vandoor met onze auto? De man dacht dat de vrouw een grap maakte, maar ze zei dat dit ernst is. Zij staat hier, maar wie gaat weg met de auto? Nou, intussen heeft de familie, toen de politie ingeschakeld, en het moet gaan in deze om de politie van Waaldijk, en de politie die heeft er gelijk werk van gemaakt om de andere posten te contacten voor wat betreft een joyrider die er vandoor is gegaan met de voertuig, waarin deze dak- en thuisloze met volle vaart wegreed. En om 6:30 werd de familie teruggebeld dat er een auto in de trens op de weg naar Zoudreen is beland. Deze dak- en thuisloze die is ter plekke aangehouden door de politie en hij durfde nog aan de politie en aan omstanders te zeggen van: met hem is er niets gebeurd, maar men kan een poklijn inschakelen en deze auto ergens dumpen. Volgens de schoondochter van deze mevrouw aan wie de auto toebehoorde, is de auto nu niet meer rijbaar. De 24-jarige Hendry Jonas is vrijdag in het Sarakreekgebied verongelukt door een omgevallen boom. Hij was met andere arbeiders voor houtkapwerkzaamheden in het gebied. Op dezelfde dag lag Hendry in zijn hangmat onder een tent, terwijl de overige arbeiders enkele meter verder bezig waren. Op een bepaald moment ontstond er hevige rukwinden. Verschillende bomen werden uit de grond gerukt. Toen Jonas uit de hangmat ging om een veilig onderkomen te vinden, viel er een boom op zijn achterhoofd. Hij kwam met zijn gezicht op de grond te vallen.
De andere arbeiders schoten hem te hulp, maar hij vertoonde geen teken van leven meer. De politie van Brokopondo kreeg de melding van het ongeval. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd door omstanders per boot afgevoerd naar het dorp Lebidoti, waar het slachtoffer woonde. Bij aankomst van de politie van Brokopondo te Lebidoti stelde de ingeschakelde arts de dood vast. Na overleg met het OM is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations. Suriname die zal samenwerken met Braziliaanse universiteiten. En om hier vorm aan te geven is er vandaag een memorandum of understanding, oftewel een samenwerkingsovereenkomst getekend door onderwijsminister Robert Penneu en de vertegenwoordiger uit Brazilië. De minister die haalde in zijn speech aan dat er al jarenlang een bilaterale samenwerking bestaat met Brazilië. De universiteit en de minister die spreekt de hoop uit dat ook dit een langdurige samenwerking mag worden. Want men zal proberen op een zeer creatieve en moderne manier studenten op te leiden. We voeren nu naar de ondertekening, welke vanmorgen plaatsvond op het ministerie, tussen de minister van Onderwijs en de vertegenwoordiger van Brazilië. Dames en heren, we zijn vandaag hier bijeen. Omdat er een belangrijk moment gaat plaatsvinden waarbij wij een overeenkomst gaan ondertekenen met de Coimbra Group of Brazilian Universities. En deze overeenkomst die we ondertekenen heeft te maken om kwaliteitsverbetering te brengen binnen ons onderwijs en de mogelijkheden die de Braziliaanse universiteiten ons te bieden heeft op basis van innovatie en technologie. Ik heb hiernaast de executive director, professor Rosana Valeria de Souza. En zij is de executieve directeur van de Coimbra Groups van Universities of Brazilië. U weet dat wij al jaren in Suriname een bilaterale overeenkomst hebben met Brazilië op basis van onderwijs en cultuur. En wij willen met deze overeenkomst in de ondertekening verder gestalte geven aan die samenwerking met Brazilië. De IIED, de International Institute for Education and Development, we gaan ook samenwerken met dit instituut. U weet dat wij afgelopen zaterdag hebben wij 69 studenten afgeleverd, Bachelor in Education, aan de Surinaamse samenleving. We zijn ook bezig alternatieve opleidingen voor Suriname te bekijken. Ook omdat wij een ontwikkelingsland zijn en als ontwikkelingsland moeten we ons gaan buigen hoe we uiteindelijk problematiek in deze landen aanpakken. En de universiteit vanuit Brazilië en in de vertegenwoordiging van deze executieve directeur gaat met het ministerie van Onderwijs een langdurige samenwerking aan om in feite alles wat betrekking heeft op het universitair niveau, de upgrading van leraren, nieuwe innovatietechnieken binnen ons onderwijs te gaan implementeren. We zijn bezig met een nieuwe gedachte. De nieuwe gedachte die wij hebben is de 21st Century Skills. Dat houdt in dat wij op een zeer creatieve manier en moderne manier studenten technieken aanleren om uiteindelijk toepasbaar te gebruiken in de maatschappij. We stappen een beetje af van het traditioneel docentgestuurd onderwijs en we proberen op een innovatieve manier en een moderne manier in feite de leerstof eigen te maken. De hele gedachte van STREAM die wij hebben geïntroduceerd is samen met deze professor en andere professoren uit het buitenland geschied. En wij willen verder rekenen en taal via deze nieuwe innovatietechnieken beter aanleren bij studenten. De 26-jarige Rubenso Sampi
is op zaterdag 2 september 2017 na een verkeersongeval te weg naar Atjoni overleden. Rubenso was de bestuurder van een personenauto met twee mede-inzittenden. Ter hoogte van kilometer 65 heeft hij vermoedelijk vanwege zijn hoge snelheid de controle over de besturing verloren, als gevolg waarvan de voertuig over de kop sloeg en de bestuurder die was op slag dood. De twee mede-inzittenden liepen lichte letsels op. Na medische behandeling zijn zij heen gezonden. De ingeschakelde politie van Bronsweg deed na de melding van het verkeersongeval de plek aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met een lid van het OM is het omzeelde lichaam voor sectie in beslag genomen. Met het overlijden van Rubenso Sampi staat de verkeersbarometer landelijk op 49. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de verkeersunit van Regio Midden. Zaterdag zijn er 69 Bachelor in Education studenten afgeleverd aan de Surinaamse maatschappij. Wij van TBN Prime Alert spraken met een der trekkers van deze opleiding en dat is Marie Levens, die veel meer vertelt over de Bachelor in Education opleiding. Mevrouw Marie Levens, zaterdag zijn er 69 Bachelor in Education afgestudeerden afgeleverd aan de maatschappij. Wat kunt u ons vertellen over deze opleiding? Wel, het bijzondere van deze opleiding is dat het leerkrachten heeft afgeleverd op het niveau van bachelors. En het mooie is, ze mogen blijven werken op de lagere school. Dat is heel uniek. Je krijgt daardoor op de lagere school mensen die dus, op een hoger niveau zijn en een hogere kwaliteit hebben. En niet alleen een hogere kwaliteit hebben, maar ook voornamelijk een nieuwe methode van lesgeven. En die nieuwe methode van lesgeven is proberen om zo praktisch mogelijk te zijn dat alle kinderen kunnen volgen wat er gebeurt. De meeste kinderen hebben een beetje problemen met alleen maar abstracte leren, uit het hoofd leren. En wanneer je dat combineert met, eigenlijk moet je uit het hoofd leren sowieso afschaffen, maar wanneer je het combineert met hele praktische voorbeelden en heel praktisch materiaal, dan heb je een heleboel kinderen die het ineens begrijpen. En dat hebben zij geleerd. Ze hebben ook geleerd om onderzoek te doen met kinderen van 6 jaar, de juiste vragen te stellen, de kinderen te betrekken bij het onderwijs. De kinderen zijn dan heel actief bezig. Ze studeren zelf, ze vinden het leuk. We hebben het verschillende keren al geprobeerd tijdens de hele studie van al die 70, 69 studenten. Ze zijn dus naar de scholen geweest, ze hebben in de vakantie met de scholen gewerkt. Op dit moment zijn ze in Saramaka en op Evram Zegen zijn ze met de kinderen bezig in de vakantie om rekenen bijvoorbeeld op een hele praktische manier uit te leggen. En ze meten aan het begin wat die kinderen weten en na de vakantie zijn die kinderen ineens omhoog geschoten met rekenen en met taal. Maar het gebeurt op een hele creatieve manier en het is ook integraal. Ze gebruiken muziek om te rekenen en om taal te doen. Ze gebruiken schilderen, kunst en sport om te rekenen en taal te doen. En ineens schieten die kinderen omhoog in het leren. En dat in de buurten en op de scholen waar er over het algemeen heel laag gescoord wordt. Dus dit is een experiment geweest. Iedereen wil kwaliteit brengen in het onderwijs, maar je moet eerst die leerkrachten hebben die de methode kennen. En deze leerkrachten kunnen we dan inzetten om met hun collega's verder samen te werken. Maar worden ze ingezet in de onderbouw of bovenbouw? De meeste zitten al ergens op een school. Sommigen zitten op de lagere school, sommigen zitten op de MULO, anderen zitten op de middelbare school. Waar ze ook zitten, ze gaan de methode toepassen. En dat is dus belangrijk. Ja, en hoe lang heeft deze opleiding geduurd? 3 jaar. 3 jaar. Het was een experiment. Het was dus de eerste groep, de eerste lichting. Maar we hebben nog 100 in de pipeline. En langzaam maar zeker begint het door te dringen tot de samenleving.
dat ook die opleiding zelf, de manier waarop die opleiding is samengesteld, is opgesteld, is totaal anders dan de traditionele manier waarop de universiteit werkt. En anders dan de traditionele manier waarop de leerkrachten, de lerarenopleidingen werken. Men kan zich niet voorstellen dat er bij ons geen schriftelijke tentamens worden gedaan, waarbij de docent met een rode pen alles corrigeert. Wat bij ons gebeurt is projectonderwijs. Ze moeten altijd in een groep een onderzoek doen. Ze krijgen een probleem. Ze moeten dat probleem analyseren. Ze moeten een plan maken om dat probleem op te lossen. En ze moeten aangeven hoe dat probleem werkelijk is opgelost. Dus ze moeten ook nog rapporteren. En ze doen het op een fantastische manier. Dus dit is probleemoplossend leren. En het is interactief met die leerkrachten. Dat betekent, die studenten staan in het centrum van de school. En ze mogen zelf onderzoek doen. Maar als je dat wil doen, moet je als leerkracht eerst zo opgeleid zijn. En dat hebben we gedaan. De leerkrachten hebben veel samengewerkt. En dialoog met elkaar, onderzoek, verantwoordelijkheden. Jij doet dat stuk, ik doe dat stuk. Dus in die samenleving werk je constant samen. Dus dan moet je dat op school ook doen. En daarom zijn we zo succesvol geweest. Omdat de studenten die leraar zijn, ervan genoten hebben. Dus ze hadden geen probleem. Kijk, nu zijn ze, het is vakantie, maar ze zijn toch op de vakantiescholen. Ze vinden het gewoon leuk. En als je iets leuk vindt, dan ben je succesvol. Ja. Maar heeft men ook erover nagedacht hoe dit geïmplementeerd zal worden in het regulier onderwijs? Ja, de minister heeft erover nagedacht en het curriculum bekeken. Hij was zelf zaterdag aanwezig. Hij heeft de geslaagden toegesproken in Royal Torarica. Het was een hele mooie avond overigens. En hij wil op elke school zo'n leerkracht hebben. Dus gaan we proberen om dat waar te maken. Als je op elke school, hij wil op elke school wil hij een rekenspecialist, een taalspecialist en een science and technology specialist. En wij hebben hem aangeboden streaming, dat is zeggen science, technology, reading, engineering, arts en math. Omdat het samen gaat. Snap je, sport en cultuur gaat samen met rekenen en taal. Het zijn geen dingen die abstract zijn en het zijn ook geen dingen die in hokjes moeten worden aangeboden. Zo van jongens, en nu gaan we rekenen, punt. En jongens, als je zin hebt, mag je nou gaan sporten, punt. Snap je? En als we tijd hebben, we hebben niks te doen, dan ga je maar een beetje tekenen. Nee, zo is dat niet. Snap je? Het is in het project, als je projectonderwijs doet, hebben allemaal hetzelfde niveau. Hebben ze allemaal even belangrijk. En je moet goed kijken, kinderen die veel sporten, aan muziek doen. En dus, aan sport, muziek en drama en dans en zo, die doen het veel beter op school. En dat is wat je moet integreren in het onderwijs. Ook bij dansen. Je moet gewoon nagaan als je bepaalde dansdingen. Als je de baitagana speelt, als je de drum speelt. Het zijn altijd ritmes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan 5, 6, 7. Weet je, dus het zijn allemaal. Het is tellen, het is interval, het is op de juiste manier en het juiste moment de drum tikken. Dus je moet dat gebruiken om ze te leren wat intervallen zijn, wanneer een interval kort is, wanneer een interval lang is. En zo leren ze een heleboel. Kijkers, de bewoners van Leiding 16 die hebben TBN Prime Alert gevraagd om een situatie hier onder de aandacht te brengen dat onkan is. Nou, als we hier naartoe kijken, dan zien we dat mensen gewoon de ingewanden van runderen hier hebben gedumpt. Dit is gewoon de berm en u zou denken dat dit enige is wat ze hier gegooid hebben. Nou, dan heeft u het glad mis. Als we kijken in de kreek hier langs de weg die loopt, dan ziet u dat men toch zakken vol. Dan tellen we 2 zakken en dan ziet u nog een hoop daar en nog een grote hoop daar. En dan weet u dat het toch wel om een groot aantal ingewanden gaat van runderen die men gewoon hier gedumpt heeft langs de kreek van Leiding 16. De indruk bestaat dat de mensen het gewoon hier op de berm hebben gedumpt.
of het nou daarin zelf is gevallen of dat mensen het daarin hebben gegooid, dat laten we achterwege. Het probleem is dat we een aantal huizen hier hebben te leiding 16 die gebruik maken van dit water. Het water wordt gebruikt om te baden, begrijpen we. Het water wordt verder gebruikt om vaat af te wassen, om kleren te wassen. U ziet dat het is ook een landbouwgebied. De mensen gebruiken het ook nog om hun groenten en alle andere dingen daarmee nat te maken. Kortom, het water uit de kreek wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. En wat we zien is dat men gewoon ingewanden van runderen hierin hebben gedumpt. En de mensen die verkwalijken dit. Een buurtbewoner die zegt die niet in beeld wilde, zegt aan ons: respect voor een ieder ander zijn geloof. Respect voor een ieder ander zijn feestendagen. Want we hebben nog kort geleden Idul Adha gehad. Of het toen geslacht is op Idul Adha. Dat weten we niet. De conclusies willen we ook niet trekken. Of het komt uit een slagerij. Dat weten we ook niet. Feit is dat men het gewoon hier heeft gedumpt. U ziet kleine kinderen hier. En ik zeg het al, het water wordt door ieder hier gebruikt. Mensen die hier langslopen. En terwijl ik hier met u sta te praten, is het een zeer ondraaglijke geur. Het stinkt verschrikkelijk, want het ligt al een paar dagen. Dus het verrottingsproces die is al een paar dagen al ingezet. En terwijl ik met u hier praat, dan krijgt u een hele zware geur over me heen. Van hoe verschrikkelijk het hier stinkt. En zo ziet u dan hoe men daar ook allemaal heeft gedumpt. De buurtbewoners zeggen, dit kan niet. En vragen alle anderen die dit hebben gedaan om achterwege te laten. Omdat ze gebruik maken van het water hier van de kreek. Zoals ik er net aangaf, om te baden, om te koken, om kleren te wassen. Om hun zaken hier, hun groenten hier nat te maken. Kortom, dit kan niet. En ze vragen dan ook aan de mensen die dit doen om dit achterwege te laten. De International Institute Education for Development die gaat samenwerken met een enkele Braziliaanse universiteiten. Om hier vorm aan te geven is er vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend op het ministerie van Onderwijs door de vertegenwoordiger van de instituut als ook de vertegenwoordiger van de Braziliaanse universiteit. We voeren u naar dit moment. I'm Leslie Zark, the executive director of the International Institute of Education for Development, which is headquartered in Suriname. It's an institute which exists here to provide qualitative, innovative education for sustainable development and with social inclusion. We're here to sign an agreement with the Coimbra Group of Universities of Brazil, a very well-known, a very respected, and a very qualitative group of universities, 77 universities from Brazil, from the north all the way to the south. Large universities, small universities, which can accommodate a variety of students, a diverse group of students. I had the pleasure of working with the Coimbra Group of Universities when I worked as Director of Scholarships for the Organization of American States. We had what can be considered the most successful scholarship program in the organization with Coimbra, with this group. And I've worked with Dr. Sosi Silva before, and I'm looking forward to a very long and fruitful relationship so that the Institute, which has international in the title, therefore it's an international operation. We have professors from the United States, from Europe, from Latin America, and now the largest and very important group of Brazil to work with us for education and a quality education for Surinamese students and for others, because we hope to branch out and offer degree programs at the bachelor's, the associate, and the master's level to students from Suriname as well as other countries.
So, with that, I want to thank you so much for agreeing to this signing today. Okay. Thank you very much, Mrs. Zark. And we are very, very glad to have this possibility to sign this agreement. As Mrs. Zarki said, we have also the possibility to work together some years ago in the at OAS. And it's very, very important to sign this agreement, not only to formalize one relationship, but to have possibility to develop the important programs for our students, professors, and for others. It's very important to have the instruments to possibility that the program that you developed in the future started today, and have the legal and the regulation, the important regulation to forward our programs. So we are glad also because this institute is based in Suriname, and we know that we have almost the same problems in this region. Brazil also has the problem regarding the development, education, social inclusion, and we work a lot to overcome this problem. And together, we know that we are stronger. So thank you very much for this possibility, for this moment, this important moment for us. Our university is all of them open to receive you, Surinamese in Brazil, professor, student for different levels, technician, and the person that you work in the government of Suriname. We are very glad for this opportunity that we open together this morning. Thank you very much. We have, when you sign an agreement, we usually think what you can do, what you can develop together. And we know and we talk with this possibility with Mrs. Zark. We have a lot of possibilities in the area of environment, in the development, sustainable development, capacity building, in different areas. Hevige rukwinden hebben flink huis gehouden in het Rijstdistrict Nikeri. Vooral in de polders hebben de rukwinden flink huis gehouden. De autoriteiten hebben waar nodig de nodige assistentie geboden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het Nationaal Meteorologisch Centrum meldt dat langstrekkende storing invloed hebben op het weer. De verwachting is dat op sommige plaatsen er buien zullen zijn met soms windstoten en of rukwinden. Dit was TBN Prime Alert van maandag 4 september 2017. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan op tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.